allemaal, welkom bij alweer een nieuwe Violin Bliss Moment. En dit keer gaat het over elke training is een feestje. Zo zie ik dat ook altijd en ik wil jou dat ook meegeven en aanleren eigenlijk. Dat je het ook zo bekijkt, elke training is een feestje. En waarom nou? Nou, vaak valt er een heleboel te ontdekken in een muziektraining. En dat moet je vieren. Dat moet je vieren wat je allemaal hebt ontdekt. Wees daar eens trots op. Hè? Want nog steeds kan een liedje misschien wel lastig gaan. Dat je het nog niet heel goed kon spelen. Maar dat betekent niet dat je training niet goed ging. Of slecht was. Of dat jij niet kan spelen. Weet je, want dan kom je in een negatieve spiraal. En dat is niet de bedoeling van de muziektraining. Nee, dan kan je beter bij jezelf nagaan. Hé, wat heb ik dan wel allemaal ontdekt tijdens deze training. Nou, even een paar voorbeelden. Bijvoorbeeld dat je een mooie melodie hebt ontdekt en die dan vaker terugkomt, maar misschien wel ergens een klein beetje anders. Dat je dat dus van tevoren weet, dat die wel terugkomt, maar ergens een beetje anders. Leuke ritmes die vaak terugkomt in de muziek, of een vast ritme die erin zit. Dat je dat hebt ontdekt. Foppers. In elk muziekstukje zitten foppers. Ontdek die ook. Dat scheelt als je dat weet van tevoren, die foppers. Dat scheelt als je dan speelt, dat je er minder snel daar dan de fout in gaat. Dus dat is fijn om ook te ontdekken natuurlijk. Dus dat zijn allemaal leuke verrassingjes die te ontdekken zijn tijdens je training. In de muziek. En dat is een feestje. Dat is hartstikke leuk. En ik heb voor jou weer een gratis PDF-bestandje gemaakt. En die kan je downloaden. Als je even hieronder in de beschrijving klikt op dat linkje, dan kom je bij dat bestandje die je kan downloaden. En daarop kun je dan bijhouden de komende week, want dat is misschien wel leuk om te gaan doen nadat je deze video hebt gezien. Om eens komende week dan bij te houden wat jij allemaal hebt ontdekt tijdens je training in de muziek. En met dat bestandje kan je dat dus bijhouden. En dat is dan ook heel leuk na een week te kijken van wat heb ik nou eigenlijk allemaal ontdekt. Dat is echt heel leuk, geloof me. Ik vind dat zelf, doe dat ook wel eens, dat ik na een week kijk, nou, wat heb ik dan eigenlijk allemaal ontdekt? En dan denk je, dan zie je dat je veel meer hebt kunt ontdekken dan jij misschien gedacht had. En al die dingen die jij ontdekt hebt, is namelijk ontzettend belangrijk in de muziek. Dus misschien ook leuk om dan aan je docent te laten zien wat je allemaal hebt ontdekt. Maar ook aan mij. Ik zou het ook heel erg leuk vinden dat je mij misschien hieronder in de beschrijving laat weten wat jij allemaal hebt ontdekt de afgelopen week. Dat je dit dan hebt bijgehouden. Ik zou zeggen, begin gewoon je training ook lekker dat je een kopje thee erbij hebt of een lekker limonadetje. Ik doe vaak een kaarsje aan of gezellige lampjes zoals hierachter. Dat geeft mij dan een fijne, warme, knusse sfeer. En dan begint mijn training al relaxed. En als je dan ook nog leuke dingen gaat ontdekken, nou, dat is gewoon een feestje. Dus ik wens jou heel veel plezier tijdens jouw feestelijke muziektrainingen. En ik bedank je natuurlijk weer voor het kijken. Vond je deze Violin Bliss Moment nou leuk en nuttig? Doe dan even een duimpje omhoog. En vergeet je ook niet te abonneren mocht je dat nog niet hebben gedaan. Want dan word je natuurlijk elke keer op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video online staat. En ik vlog natuurlijk ook. En ik heb sinds kort ook dat ik af en toe een extra video ga plaatsen. De eerste staat al online. En mocht je die nog niet hebben gezien, zal ik hem hier even linken. Of hierboven. Ik weet nooit welke kant hij tevoorschijn komt. Maar ergens hier zie je dan een i'tje. En dan moet je op klikken. En dan zie je die extra video. Nou, heel veel plezier. En tot de volgende video. Doei doei.